Zelf verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de samenleving waar je deel van uitmaakt. Het is een boodschap die hand in hand gaat met het verdwijnen van de verzorgingsstaat en de opkomst van de zogenaamde participatiesamenleving. Mooie woorden en een mooie boodschap. Maar ja, hoe doe je dat? De dorpsraden van de gemeente Nederweert hebben de handen ineengeslagen om samen met verenigingen, bedrijven en bewoners een nieuwe invulling te geven aan het vroegere Noorburgschap. Hoe maken we gebruik van elkaars kwaliteiten in de buurt? Wat kunnen en willen we zelf doen om de betrokkenheid en leefbaarheid te vergroten? Hoe houden we onze verenigingen gezond? Met de zogeheten kernenaanpak ondersteunt de gemeente Nederweert dit proces. Het doel van de kernaanpak is eigenlijk vooral om mensen te inspireren om zelf aan de slag te gaan. En vaak zijn er al veel goede initiatieven, maar die moeten van elkaar ook horen dat ze bestaan. En mensen moeten gemotiveerd raken om het te doen. De wensen en behoeften van het dorp staan centraal. Daar moeten de initiatieven ontstaan. Wij gaan niet over wat de mensen in een dorp zelf willen, wat ze zelf voor gaan, zelf voor staan. Daar moeten ze zelf achterkomen. Maar we willen ze wel helpen, op weg helpen en aanjagen. Aan de hand van praktische voorbeelden uit andere kernen worden bewoners geprikkeld en raken ze hopelijk ook geïnspireerd. We zijn hoger opgeleid, we hebben veel meer mogelijkheden. En eigenlijk de systemen van die samenleving, we doen als het ware nog alsof dat die burger niks kan. Met kunst en met elkaar hard voor je week laten zien. En het begint vaak met als er één jongerengroep enthousiast is over iets. En mensen aan te spreken en te vragen, willen jullie meedoen in mijn netwerk? En in die netwerken zitten er allemaal initiatieven. Bent u geïnspireerd vanavond? Ja, dat zeker. Ik ben meer voor de vereniging inderdaad. Ik heb zelf ook de ledenwervingsactie een paar jaar geleden opgezet. En dat wil ik nu eigenlijk ook doorgeven aan de generatie weer onder ons. En ja, hoe ze dat dan hier op een bepaalde manier aangeven van hoe je het kunt doen, is wel interessant om mee te nemen. Ook het idee van jong met oud, dat speelt ook al een tijdje met mij. Dat ik dat ook een beetje wil opzetten. Dus daar heb ik toch weer inspiratie voor gekregen. Zet nog wel aan denken inderdaad. Ja, hoe gaan wij de jeugd benaderen om hun ideeën naar voren te krijgen, dat ze uitspreken en zo. Het is altijd leuk om te horen wat iedereen bedacht heeft om meer actief te zijn in de kleine kernen. Dus ik ben zeker geïnspireerd door de initiatieven. Uiteindelijk is het zo dat het dorp zelf het beste weet A, wat er nodig is voor het dorp en dat er ook veel meer kennis, wijsheid, weten hoe een dorp in elkaar zit, wat er nodig is en hoe dat je daarmee aan de slag gaat in een dorp gebeurt. Als je de krachten die in een dorp zijn bij elkaar verzamelt, dan kom je veel verder dan wanneer je dat door de gemeente laat doen. Ik denk dat je voor jezelf met jezelf de afspraak moet maken, omdat de gemeenschap je heel veel geeft, ook iets moet terug kunnen geven aan de gemeenschap. En weet je, als je mensen aanspreekt op hun passies en op hun talenten, en die zijn, iedereen heeft iets, dan vindt iedereen dat ook leuk om te doen. U als burger bent aan zet. Hebt u een idee dat de leefbaarheid in uw dorp of kern kan vergroten? Laat dit dan niet voorbij gaan. Zoek medestanders of help anderen juist mee. Samen kunnen we de betrokkenheid en verantwoordelijkheid versterken. Nederweert, dat is samen groots, samen doen.